Italië bevalt heel goed. Het is lekker weer. Het is nu september. En de zon die schijnt nog steeds overvloedig. 29 graden gisteren, dat is sowieso heel erg lekker. En verder vinden we het gewoon heel mooi. Ja, de mensen zelf zijn ook heel aardig. Ja. In het verkeer niet zo. Zijn ze wat gehaast. Ongeduldig zijn. Dat hoort denk ik een beetje bij het volk. Maar het is ook wel heel leuk dat je steeds bij de vorige camping heb je weer echt een heel ander landschap. En dan rij je, nou wat was het, 175 kilometer? Ja. En nu zit er echt weer heel iets anders. Dus dat is echt heel erg leuk. Ik moet eerlijk zeggen, de caravan bevalt ons echt helemaal super. Natuurlijk, hij is wel groot, maar qua binnenruimte is dat fantastisch. En het enige waarom ik zou zeggen van nee, niet zo'n grote caravan is voor achter de auto met rijden. Maar dit is nu echt totaal geen probleem. Ja, echt helemaal super. Ik ben er echt heel blij mee. We hebben er best wel lang over nagedacht wat voor ons de ideale grootte is. Of nou, niet de ideale grootte, maar de ideale inhoud. Ja, en dat is een stapelbed aan de achterkant, dus niet bij de deur. Zodat je s'avonds naar binnen komt en niet direct je kinderen wakker maakt. Ja. En nog een extra setje, zodat je wel binnen kan zitten zonder dat je je eigen bed hoeft op te bouwen. En het vind ik ook wel heel grappig dat we ook van mensen op de camping wel te horen krijgen van, oh, wat een leuke caravan, dat ze binnen willen kijken en zo. En dat ze wel. Dat vind ik ook wel heel grappig. In onze vorige caravan hadden we geen toilet, dus geen badruimte. Dus we zijn eigenlijk gewoon vanaf het begin af aan ook een beetje gewend om, ja, om niet te gebruiken. Dus we gebruiken eigenlijk altijd het toiletgebouw op de camping ook. Daarnaast voor douchen zou ik het ook wel krap vinden. Wc zou op zich voor 's nachts wel handig kunnen zijn. Het stapelbed bevalt heel goed. In het begin waren we bang dat hij wat te klein was, te krap was. En dat je kind wat claustrofobisch wordt. Maar dat is hier niet het geval. Het zijn ruime bedden. Het stapelbed kun je ook afsluiten. Dus er zitten gordijntjes voor. En dat is op zich heel handig. Alleen het enige wat we nog zouden kunnen bedenken is dat ze daar een schuifdeur van maken. Nu heb je twee gordijntjes, maar Quinn is twee en die doet er s'avonds dat gordijntje open en dan kiekeboe. Dat is een heel leuk spelletje, maar voor ons is het spelletje iets minder leuk. En als je dan een deur zou hebben, dan zou die denk ik niet open kunnen maken. Ja, de kerf heeft ontzettend veel ruimte, ontzettend veel opbergruimte. Aan beide kanten kun je spullen kwijt achter een luik. En ook zeker dit luik. Als je deze open doet, dan zie je het stapelbed. En het onderste bed kan dan opgeklapt worden. Waardoor je ontzettend veel ruimte hebt om spullen op te bergen. Nou, en het is vooral fijn om aan beide kanten die zware spullen neer te leggen. Zodat je ook een beetje het gewicht kan verdelen op de caravan.